Romy. We gaan nu naar Balder toe. Die heeft nu 15 minuten de tijd gehad om een liedje te schrijven. Denk je dat het gelukt is? Nee. Nee, ja, nou, ik denk niet dat het gelukt is. Nou, ik denk dat het namelijk een te korte tijd is om het creatieve brein te werk te laten gaan. Want ik heb namelijk zelf een keer opgesloten gezeten in het atelier om een creatief proces door te gaan. Maar toen moest ik ook 12 uur lang opgesloten zitten voordat ik ooit een kunstwerk kon maken. Ik ga even ademen. Ik wil toch even kijken hoe het hier is. Hoe gaat het? Goed hoor. Ja? Kan je al een stukje laten horen? Maar heb je wel al wat? Ik heb al heel veel. Oh, je kan Arabisch. Nee, het is eigenlijk zo'n recept voor die ik aan het uitschrijven ben. Maar het is wel zo, het kwartiertje is om. Ja. Dus we gaan jou iets ontnemen. Ja, nou, de verwarming wel zo, toch? Nee, we gaan beginnen met je uitzicht. Ja. Dan kan je zo naar buiten kijken. Je moet gewoon weer, je moet diep in jezelf getrokken raken. Snap je wat ik bedoel? Alweer. Alweer? Diep, oh, zo bedoel je. Nee, oh, nee in je, niet aan je... Maar gewoon in je hoofd. Ja, okay. Oh! Ja, maar mijn vrouw kijkt op de livestreams. Okay, dan begrijp ik hem. Wil je niet een biertje? Nee. Nee. Het is vrijdag, hè? Is het? Joh, ik weet niet eens welke dag het is. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Weer een kwartier? Weer een kwartier. En dan gaat de verwarming. Die gaan we door het raam gooien. Ik heb heel snel klaar, denk ik daarna. Ja, dat denk ik wel. Ja. Oké, okay. Ik zou als ik jou was toch die hamburgers eventjes op de kachel gooien. Nu kan het nog. Hij is leuk, hij is leuk. Zet hem op, Balder. Je kan het, een kwartiertje. Oké, baas. Okay. Er moet wel nog een vrouw uit, hè? We gaan hem dingen ontnemen, niet dingen geven. Handjob of zo. Ja, maar mijn vrouw kijkt op de livestreams. Hoe heet het ook alweer? Ik weet het niet meer. Even denken hoor. Oké, ik ga je nog één keer de vraag stellen. 1 plus 1. Ik weet het. 2. Nou, in dat geval heb jij gewonnen. Jij verdient een interview. Zo, we zijn weer een kwartiertje verder, of nog meer. We hebben zelfs een loslopende fan. Hallo Jamal, jij wil dus graag een handtekening van Balder. Ja, en nu gaan we kijken hoe hij het maakt. En dan krijg ik hopelijk zo'n handtekening van, als hij niet druk bezig is. Nou, misschien als je lief bent, krijg je ook nog een knuffel. Echt? We gaan hem nu storen. Nee. Hallo? Hallo? We hebben zelfs een loslopende fan. Ging je bijna ontsnappen? Ging je bijna ontsnappen, Balder? Wat is dit nou? Nee, dat kan niet. Dat hoort niet bij de opzet van dit programma, zeg maar. Maar hoe gaat het nu met de tekst dan? Klaar, ik moet nou een tweede schrijven voor Demi. Wow. Schrijf er nog eentje en laat je inspireren. Oké, maar laat je dan vooral inspireren door de kou. Want het is zover. Ik heb een fan gevonden voor je. Deze jongen die is echt gewoon idolaat van je. Ja, en ik heb de fuck out of my house, was echt briljant. Ik vind het echt jammer dat je niet gewonnen hebt. Meen ik oprecht. Je had het verdiend. Ja, hij wilde eigenlijk ook nog een knuffel van je. Oké, nee, maar we hadden inderdaad afgesproken dat als je een nummer had, dat het afgelopen zou zijn. Maar Utopia zou Utopia niet zijn als het allemaal gewoon vooropgezet en vooral voorgelogen was. Oh, nee. Dus je moet nog een nummer in de kou gaan schrijven. Wat vind je daarvan? Broed. Ja, maar hallo, straks heb je gewoon twee nummers. Je kan misschien wel een heel album uitbrengen straks. Ja. Zo, dus jij hebt wel hele lange plannen voor vandaag, hoor ik al. Nou ja, lange plannen. Ik laat jou hier gewoon zitten. Kijk, het komt vanzelf. Ik kan het niet lezen, maar het zal waarschijnlijk hartstikke mooi zijn. Je moet van hier naar die kant op lezen,
Staat, kijk. Oh, dat mag niet, Baldertje. Oké, maar we gaan toch... dames, jullie moeten ook weer weg. Wat zeggen ze dan in je vorige programma? Get the fuck out. Get the fuck out here! Oh, je hebt ook een lamp minder nu. Wat zei je, Balder? Ja, maar mijn vrouw kijkt op de livestreams. Hey. Oké, okay, fan, weg. Kroepies. Wacht, die kachel moet wel naar buiten. Naar buiten? Ja, naar buiten, ja. Anders zet hij hem gewoon weer aan met zijn hoofd. Sukkelkind. Wow, Bas is zo sterk. Kijk uit met stekker. Want het is nat buiten. Net als Billy. En binnen. En Massel. Mensen, hij is iets creatief proces. Hij moet met rust gelaten worden. Neem een lekker burgertje. Lekker Belgatje. Een lekker Demi of Faye Belgatje. Dames, hoe vinden jullie dat hij het doet? Waar staat mijn kachel? Waar is mijn kachel? Nee, dat was niet de vraag. Hij doet het hartstikke goed. Hij heeft echt een heel mooi nummer geschreven, denk ik. Over Chip? Ja. Hij was bedoeld voor dat Fame ging zingen. Ja. Fame moest hem gaan zingen, baby. Het was een nummer geschreven zodat ik hem kon zingen. Hij moet zelf zingen. Ja, dat zei ik ook al. Dus nu moest hij even zijn tekst aanpassen. Hij heeft dus een nummer geschreven die ik moet zingen. Ja, nou, die telt dus niet mee. We're dreaming on and on, we're dreaming on and on. Oh, Billy rookt. Zo zie je maar, van rook word je leeg.